onze mini-ondernemers en het inschrijvingsgeld dat zij betaalden, en dankzij de vrijwillige bijdrage van de kopers, dat wij een goed doel kunnen ondersteunen, met name de Clinic Lounge. En daar zij zich vooral inzetten voor zieke kinderen, is het niet meer dan vanzelfsprekend een cheque ter waarde van 900 euro te laten overhandigen door onze jongste garagekopers. En wij zijn dan ook overtuigd dat het vele kinderen ten goede kan komen. En er is er precies alleen in die opleiding ook... Ja. Dankjewel, jongen. Dus wat jullie hebben gedaan op die twee dagen en in al die periode van de voorbereidingen voor en na en tijdens is echt ongelooflijk belangrijk voor ons. Want zonder acties als die van jullie zouden wij gewoon onze werking niet kunnen verder zetten. Bedankt alvast voor nu en wij gaan daar heel goed besteden. Dank je wel. Verheugt ons ook zeker en vast dat het KWB en FEMA zijn die enerzijds samengewerkt hebben en dan de drie deelgemeenten ook nog eens samenwerkt. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Dat zorgt ervoor dat mensen toch wel bereid zijn om samen te werken voor het goede doel. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om iets aan de klimaatplaats te bezorgen? De vraag van de garagekoop was er eerst en hebben we gezegd van ik wens van altijd voor ons eigen te werken. Willen we dan nog een doel doen? En dan is Jorg met het idee gekomen van waarom de klimaatplaats niet. Ik heb er een heel fijne ervaring mee gehad. Op dat moment van een mooie smile-up aan gezien. En dat was prachtig om dat te zien. Dat is eigenlijk vlot verlopen. We hebben eigenlijk een heel tof resultaat. 900 euro dus. Daar zijn we wel heel fier over. En mevrouw, wat gaan jullie doen? We gaan het goed gebruiken, want wij krijgen geen subsidies. Dus sowieso overleven wij van giften, van particulieren, van bedrijven. Dus wij kunnen daar ongeveer 45 kinderen door een clownskoppel laten doorbezoeken. Dus deze steun maakt echt een verschil uit en we zijn er daar ook heel tevreden mee. En we willen de mensen daar ook heel erg voor bedanken. Omdat het eigenlijk toch wel een succes was en de geburen bij elkaar hebben gezien van we kunnen hier eigenlijk een leuke happening van maken, hebben we gepland voor volgend jaar, de laatste zaterdag van juni 2015, dat terug te organiseren. Hey! Oké. Okay.